Welkom bij een nieuwe Boerenbusiness Marktflits. We kijken naar de Nederlandse zuivelmarkt. Nou, de termijn is verstreken dat de politie vragen konden indienen over de fosfaatrechten. Ja, het is nu wachten op het debat, zodat we te weten komen wat er precies gevraagd is en wat Martijn van Dam ermee gaat doen. Ondertussen is het puzzelen met de fosfaatrechten. Tegelijk zagen we maandag de melkprijs met 3 euro toenemen en dat is vrij fors. Het was deels de voorschot op oktober en deels omdat de melkprijzen daarvoor te laag ingeschat waren. Kijken we nu naar de zuivelnotering, dan zien we dat die een passende plaats maken. Zo blijft in Nederland de boter staan op 409 euro per 100 kilogram. Wereldwijd gezien zit Nederland een beetje aan de bovenkant. Volle melkpoeder doet een 268 euro per 100 kilogram. Magere melkpoeder plus met 2 euro naar 203 euro per 100 kilogram. Daarmee is Nieuw-Zeeland nog net even iets duurder. En wij zitten op 85 euro per 100 kilogram. Ook kaasprijzen blijven stabiel.